Het Bigipang bijzonder beheersgebied is weer opengesteld voor toeristen. De toeristische trekpleister was vanaf maart vanwege de coronacrisis niet toegankelijk voor het publiek. Nu de besmettingscijfers een dalende trend vertonen, mag het oord weer open, zegt touroperator Stephanie Kramer. Ze heeft enorme verliezen geleden de afgelopen maanden, maar is blij dat ze haar activiteiten weer mag starten. Het wordt hardnokken voor haar omdat de toeristenstroom naar Suriname nog niet optimaal is. Nu mogen we wel varen, is al een maand geleden dat de regels verandering van regels zijn en dat we nu mogen varen. Maar ja, we moeten sowieso nog promoten, ja, voor de opkomst. Hoe promoot jij eigenlijk je diensten als tour operator? Momenteel via Facebook, ja, op Stephanie Eco Lodge. Ja, en van mond tot mond reclame. Kan je ons een beeld geven over hoeveel toeristen je op jaarbasis ontvangt en van waar komen ze, uit welke landen? Ik heb nu geen idee, maar er komen, de meeste komen van Nederland, ja, België, ja, en ook Amerikanen. Kramer hoopt dat de overheid meer controle gaat uitoefenen in het gebied en ervoor waakt dat Bigipang de status blijft behouden van een natuurreservaat. Massatoerisme kan er namelijk toe leiden dat de honderden vogels in het gebied kunnen wegtrekken. Ja, er zijn heel veranderingen, maar dit komt ook vanwege de doorsteken van de kust en ook de sleephelling. En van daaruit spoelt het water eigenlijk heel veel dag en nacht naar de zee toe. Dus het wordt heel erg laag nu. Dus waar we eigenlijk nu kunnen varen is alleen op het meer, op Bigipang zelf en het Chameerkanaal. Wat zou er in deze moeten gebeuren? Er moet aangepakt worden, vooral aan de kust. Ja. En als dat niet gedaan wordt, ook bij de sleephelling, want het water stroomt ook heel veel naar de rivier toe, dan kunnen wij als touroperators ook niet het gebied ingaan, ook de vissers. Een touroperator van Bigipang, Stephanie Kramer. Ze is blij dat ze haar werkzaamheden weer kan oppakken.